jongens, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Dit is alweer de laatste week in mijn leven van het jaar. En daarom leek het me leuk om een kleine recap te doen van heel dit jaar. Bij deze wil ik jullie even bedanken voor het kijken naar mijn video's. En vooral de week in mijn leven video's waar altijd super positief op gereageerd wordt. Ik heb afgelopen jaar gemerkt dat jullie deze video's heel erg leuk vonden om te kijken. Dus veel plezier met kijken en bedankt voor al jullie support van het afgelopen jaar. Goedemorgen, het is maandag. Yes. Het is zo koud. Het is alweer 14 december vandaag. Waar was november? Waar was september? Waar was oktober? Het was zomer en toen was het december. Ik heb vandaag gewoon weer online school. En om 4:10 heb ik rijles. Echt na 4 weken weer. Het is echt heel vervelend, want elke keer wordt er weer iemand anders voor mij ingepland en word ik weer verschoven. Ja, dat is niet heel erg fijn. Ik wil gewoon eigenlijk elke week rijles. In plaats van 1 keer in de 2 weken, 2 uur lang. Want elke keer als ik in de auto zit, denk ik van hoe werkt het ook alweer. Ja, het wordt dus eigenlijk wel gewoon een normaal dagje. Niet heel bijzonder, ook niet heel niet bijzonder. Wel gewoon prima. Je hebt het misschien al in mijn vorige vlog van woensdag gezien, maar we gaan weer in lockdown. Nou, de eerste manier waarop ik mijn lockdown een beetje leuk ga maken is actiever worden op Insta. Ik had er nooit echt tijd voor of ik dacht er nooit echt aan, maar ik wil er wel wat meer tijd in steken, want ik heb daar ook gewoon een super groot bereik. Maar ja, ik vind het alleen maar heel erg leuk om dat te doen. Prachtig dit, jongens. Helemaal mooi. Didn't wanna get so close. Ik film dit even met mijn telefoon. Oké, ik was dus naar... Ik ging naar rijles. Stond ik daar een half uur te wachten. Ging het niet door, want er was iets met de auto. Ik heb al 4 weken geen rijles gehad. Dus ik weet inmiddels niet meer hoe een auto werkt. En we gaan in lockdown. Dus dat wordt even geen rijles. En nu loop ik. Waarom loop ik? Omdat ik dacht, ik ga terug met de bus. Vervolgens zat ik in een overvolle bus. Toen ben ik bij de eerste halte eruit gegaan. En nu loop ik dus terug een heel stuk. Maar goed, zie ik ook weer wat van de natuur die hier in Nederland natuurlijk oh zo prachtig is. Ik ben wel blij dat ik uit die bus ben gegaan, want het voelde niet oké. Dat was mijn verhaal. Doei! Ik ben weer thuis na een lange tocht. In ieder geval, ik ga mijn kamer opruimen. Ik ga er niet eens iets over zeggen, jongens. Dit ziet er wel niet uit. We gaan kijken naar de persconferentie. Voor een periode van in ieder geval 5 weken in lockdown. Nou jongens, we wisten natuurlijk al, we gaan in lockdown. Ja, gewoon het idee dat alles weer helemaal dicht is, dat ons land op slot zit. Dat is toch even niet niks. Ik zie jullie morgen weer. Doei! Thank you.
Goedemorgen jongens. Goedemorgen jongens, vandaag. Ja. Vandaag is lockdown dag 1. In ieder geval, ik ben lekker aan het editen. Ik dacht, ja, ik ga eens een keer beneden zitten, want dan heb ik ook wat afwisseling in mijn leven. Ik ga even koffie zetten. Zo doe je dat. Katten houden meer van eten dan van mensen. Dat is gewoon een feit. Ik heb even middageten op en ik dacht het is misschien wel leuk om een kijkje achter de schermen te geven bij hoe ik een samenwerking opneem. Helemaal groen licht bezuin met kleding. Het stukje dat ik alles vertel heb ik al opgenomen. En nu ga ik dus alles aandoen en filmen. En ja, ik vind het altijd echt heel erg leuk om te doen. Laten we daarmee gaan beginnen. Ik ga eerst mijn kamer een beetje opruimen, want het is echt een zooi. Zo, ten eerste lekker muziek aan. En even opruimen. Goedemorgen jongens, het is vandaag woensdag. Nou, het is toch echt een feit, tot nu toe vlog ik gewoon elke dag. In dit oortje zit ik in de college en daar ben ik bezig met video, dus dit is heel erg multitasken. En ik film trouwens ook met mijn oude camera, tenminste gewoon mijn vorige camera, omdat ik deze vandaag ga terugsturen. Hij bevat gewoon echt niet zoals ik wil. Ja, ik ga weer even opletten, dus ik zie jullie later weer. Jongens, Finn is even groot als ik. Jongens, kijk even. Oh, je bent 12. Ik ben van plan om net als de vorige keer weer gewoon een beetje het beste uit elke dag te halen. Aangezien, ja, wat moet je anders? Dus ik ga buiten zitten. Boeit me echt niet dat het koud is. Ik wil gewoon uit mijn kamer zijn. Ik zit hier al jaren. Ja, die camera doe ik wel nadat mijn video online staat. Ik ga eerst even focussen op dit. Ja, dit is echt gewoon weer lockdown vibes, jongens. Het is bizar. Maar ja, ik zeg je eerlijk, ik vind dit niet heel erg met dit weer. Ik ga even wat eten. Auw. De zon schijnt. Ik ben even een thumbnail aan het maken. Ik snap niet hoe het steeds zo'n rommel is. Ook al dat eten, jongens, help mij. Yeah. Het is alweer een heel stuk later. De video staat online. Ik zie hem daar zelf op de tv in aanbevolen. Misschien als je al heel lang mijn video's kijkt, dan weet je dat wij elk jaar als traditie kerst met Linus kijken. Het is gewoon echt mijn jeugd. En door TikTok heb ik wel ontdekt dat het ook op YouTube staat. Want normaal kijken we het altijd via de DVD. Die Hard fans. Ik heb een nachtbeugel in en het doet echt pijn. Maar oké, het is vandaag donderdag. Ja. Jongens, dit is mijn haar als ik met een knot slaap. Help, alsjeblieft. Ik ben echt serieus. Heeft iemand tips voor krullend haar? Want ik heb het de laatste keer te kort geknipt, waardoor het heel snel ontploft. En het is vervelend. Ik kan nog steeds niet geloven dat de zon al 2 dagen aan het schijnen is. Het maakt mij echt blij. Ik ben bezig met alles terugdoen in de camera. Ik ben even een tutorial aan het kijken hoe het er allemaal in zat. We hebben een nieuwe camera besteld. Ik ben zo erg. Ik heb gewoon geen geduld. Het is echt heel erg. Nu wel hopen dat ik gewoon mijn geld terugkrijg van die ander, maar dat komt wel gewoon goed. 1 uur heb ik online les, dus daarvoor ga ik nog een samenwerking voor Guts & Gusto afmaken. Voor Insta, ik was al best wel ver hoor, maar ik ga even verder. En dat was het. Ik heb dit zo lang niet meer gedaan, maar ik vond het dus wel een leuk idee om weer eens een keer te doen. Ik ben benieuwd. Hoi jongens, ik heb weer een online lesje. Gezellig, gezellig. Bijna vakantie. Bijna vakantie. Ik heb echt zin in vakantie. Niet dat ik veel ga doen, maar ik heb wel vrij. Dit zijn dan de Polaroids geworden voor de foto. Echt best wel heel erg leuk, vind ik zelf. Ik zit nog steeds in mijn online les. Ik heb niet zoveel zin meer, maar we moeten zo presenteren.
Maar het is ook wel een leuke les hoor, want anders zet ze ook gewoon muziek op en zo. Omdat het de laatste les voor de vakantie. Ik heb er dezelfde outfit aan als gisteren, omdat het gewoon zo lekker zit en omdat het echt mooi weer is. Maar vandaag is het vrijdag. Ik heb echt super veel inspiratie voor een video. Dus dat ga ik, daar ga ik vandaag aan werken. Gisteren ben ik daar al aan begonnen met filmen. Ik voel me er zelf gewoon beter bij als ik gewoon productief ben en lekker gemotiveerd ben. En ja, gewoon het beste uit mijn tijd haal. En ik zal weer even filmen als vanavond mijn camera binnen is. Tot vanavond, jongens. Hier zie je een paar beelden van de video waar ik hard aan gewerkt heb. Dus ga hem zeker even checken als je dat nog niet gedaan hebt. Er zit heel veel inspiratie in, motivatie, positiviteit. Dus ik zou het heel erg waarderen als jullie hem gaan kijken. Oké, jongens, het is avond. Ik heb dus mijn camera binnen en ik heb nieuwe ledlampjes hangen. Misschien heb je het ook al gezien in de vorige video. Maar dit is eigenlijk gewoon lekker een chill avondje. Ik ga nog editen ook, zodat ik morgen niet heel veel meer hoef te doen. En kijk, ik zal even mijn nieuwe camera laten zien. Ik ben dit keer dus voor een Sony gegaan. En dit is ook echt speciaal gemaakt voor vloggen, zeg maar. Het is echt de eerste camera die echt in vloggen is gespecialiseerd. Je ziet ook die knop is heel groot. En ook de autofocus is echt bizar. Het is nu nog vrij donker, maar ik zie gewoon nu al dat het echt goed werkt. Ik ben echt onwijs benieuwd hoe die gaat bevallen. Ik ga nog even editen en dat was het. Het is vandaag zaterdag en ik ben aan het opnemen, editen. Tenminste, ik heb vanochtend meer opgenomen, nu ga ik meer editen. Vind ik wel leuk. Maar goed, vandaag is dus lekker een edit- en filmdagje. En ik wil gewoon lekker eind van de middag klaar zijn. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik denk begin van de avond moet wel lukken. Dus ik ga gewoon lekker hard werken vandaag. En ik vind het allemaal prima. Ik ben trouwens heel blij met mijn ledlampjes. Maar goed, het is nu tijd om lekker hard te gaan werken. Dus laten we gaan beginnen. Het is gewoon bizar, maar mijn video van morgen is af. Ook gewoon helemaal op tijd. Nou, dat is echt al heel lang niet meer gebeurd. Normaal zat ik echt in de ochtend nog te stressen. Die cafeïne heeft me zoveel energie gegeven. Ik voel het nog steeds. Ik ben heel gevoelig voor cafeïne. En normaal drink ik ook koffie zonder cafeïne. Maar als ik het met cafeïne drink, dan ben ik echt gewoon, dan explodeer ik echt helemaal. Dat is nu het geval. Het wordt gewoon een lekker chill avondje. En de video is lekker af. En nu kan ik weer filmen voor deze video. Hoe geweldig zijn die lampjes, jongens. Ik ben gewoon echt verliefd. Goedemorgen jongens, welkom bij deze nieuwe dag. Ja, het is, hoe laat is het eigenlijk? 2:05. Ik heb lekker heel de ochtend in mijn bedje gelegen. De serie uitgekeken waar ik in zat. Ja, ik zat in de serie Undercover. Misschien ken je het wel, echt seizoen 2. Oh mijn god, het eind is zo spannend. Niet normaal. Heb je niet gezien en zoek je nog een spannende serie, een beetje politieachtig en zo. Ga het kijken. Wat is deze combi ook? Ja, ik ga nu nog even sporten snel en dan gaan we naar het strand, een stukje wandelen. Echt heel veel zin in, lekker naar buiten. Dus ja, dat is het plan voor vandaag. Dat was het. Oké, nou ik ga vandaag lekker voor een dansworkout. Soms vind ik dat gewoon echt heel erg leuk. Dus daar gaan we nu voor en ik zie jullie weer als ik klaar ben. Oh, nou, ik heb even gesport. Outfitje, ik moet mijn veetjes nog even vast doen. Ik ging vast in de auto zitten, want het duurde weer even. Altijd leuke vibes met de radio aan. Tom, 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 tom. We gaan eens even naar het strand. Want we hadden wel zin in, gewoon even eruit. We hebben niet heel dicht bij onze strand, dus we moeten wel een stukje rijden. Maar ik vind die erg, ik vind het wel gezellig. Waar ik zelf kan rijden, jongens. Bij deze zeg ik alvast, als ik zelf kan rijden en het is zomer, dan ga ik in deze auto en doe ik het dak open. En dan ga ik het vloggen. En mijn camera valt. Dus als ik dit zie in de toekomst, dat ga ik doen. Hi! We zijn op het strand, maar het regent. En mijn camera wordt nu nat. Maar ja, ik ben wel een nieuwe camera. Mama! Nee, het is niet een nieuwe. Maar het is wel even lekker om eens een keertje niet in mijn kamer te zijn. En op het strand te zijn. Warm choco gehaald. Kijk eens, dat is heel erg mooi. Dat
was dan de laatste week in mijn leven van het jaar 2020. Nogmaals heel erg bedankt voor alles en tot de volgende video. Doei doei! Rock song.